Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de F1, mijn team career mode in F1 23. We gaan alweer naar de derde Grand Prix toe van het tweede seizoen. Op dit moment zijn we gewoon op de derde plaats bij de teams. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling die we hebben gemaakt. Maar we kunnen natuurlijk nog beter. En daar gaan we nu naar kijken, want we kunnen upgrades doen. We hebben een chassis, daar hebben we nog best wel wat in te winnen. Ik dacht dat ik vorige keer aan het einde eentje had gedaan. Misschien dat hij niet onthouden heeft of zo. Dat is een kleine. Ik wil nog. Juist, volgens mij had ik deze gedaan. 65% faalkans. Als die lukt, dat zou echt ongelooflijk zijn voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Oké, we zijn gestart in de kwalificatie. Eerste getimede ronde van de tweede nummer 2. En kijken hoe we ons kunnen kwalificeren richting de sprintrace die ik hier in Baku. Is dit een afstand waar eventueel slipstream gaat? Heel close. Wauw, risico's. Ik denk dat ik net te ver ben passage voor een goede 16. Maar onze beter lap is een 1.41.250. En ook dit gaat iets beter. En binnen heb ik best wel wat tijd voor uiteindelijk. Of het genoeg is voor top 10? Dat weet ik niet. Ik denk wel voor top 10. DRS aan. Bijna 18 minuten. En vierde plaats. Oh my god. Dat is absoluut fantastisch. Dat is veel plaatsen vind je ineens. 18e sneller en je bent bijna 13 plaatsen hoger. Zijn geweest, gaan we onze top 3 bekijken. Norris, Perez en Lewis Hamilton. Dat was de kwalificatie, maar morgen zijn we weer terug met de Grand Prix. 18e, ik stond even 16 of 17e. Ja, klopt. Piastri is ongeveer 18e achter me. Piastri, oh my god. Na een fantastische kwalificatie is het tijd om de startopstelling voor de sprint van vandaag te bekijken. Lando Norris start vanaf pole position. Sergio Perez stelt daarnaast op. En op de rest van de grid hebben we Hamilton, real deal. Verstappen, Leclerc, Russell, Ocon, Albon, Hulkenberg, Sainz, Stroll, Gasly, Magnussen, Zhou, Bottas, Oscar Piastri, Tsunoda, Liam Lawson, De Vries, Sargeant en Jack Doohan. En nu de voorbereidingen zo goed als klaar zijn, kan de sprint van start. Kijk, wat de rest doet. Daar gaan we dan. Als de opwarmronde is begonnen in aanloop naar de sprint van vandaag. Natuurlijk de Ferraris. Oh my god. Zelfs in de game. De enige twee die niet voor SOS gaan, zijn de Ferraris. IE weet je staf. Terwijl alle auto's hun plek op de wiel. Nou, niet opletten, gewoon op de race. We gaan van start in de sprintrace van Baku. En we hebben een prima start. Even laten zien dat hij er niet zomaar voorbij gaat. En dat lukt het. Oh, dat gebeurt erachter. Heel vlakken, maar de race is dan weer op groen, dus niet gehaald. Maar we zijn nu op podiumkoers voor in de sprintrace. Dat was mijn IRS. Hoe kan je nu dit krijgen? Oh, jongen. Ah, ja, dat is echt. Meester. Dat is op z'n 8! Dan moet ik toch veel winnen? Dat was
Ja, ik ga nog de fucking 4 pas ook kwijtraken. Waarom raak je daar de muur? Ah, oh, toch nog gehaald! Ah, oh, dus de DRS-truc werkte. Geen idee hoe, maar het werkte. Wauw, de fuel was brutal deze sessie. Niet normaal. Echt brutal. Goedemiddag en welkom in Baku. Dit was de arena, als je terugdenkt aan 2017, van een van de meest bewogen races uit de moderne geschiedenis. Met controverse achter de safety car, inhaalmanoeuvres in de laatste seconde en een historisch podium voor Williams en Lance Stroll. Laten we gaan kijken wat ons dit jaar te wachten staat. Het is tijd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Een Baku City Circuit met ongeveer 6 kilometer en bevat 20 bochten en 2 DRS-zones. Het circuit slingert zich over smalle stadstraten door het oude deel en schuurt zelfs langs de middeleeuwse muren van de stad. Maar hoe mooi de omgeving ook is, dit circuit is ook een zware technische uitdaging, waarbij de kleinste fouten catastrofale gevolgen kunnen hebben voor alle coureurs. Laten we de grid van de spannende race van vandaag doornemen. Sergio Perez start vanaf pole position en Max Verstappen stelt daarnaast op. Door naar de rest van de grid hebben we Norris, Real Deal, Russell, Hamilton, Ocon, Hulkenberg, Albon, Stroll, Sainz, Gasly, Magnussen, Zhou, Oscar Piastri, Tsunoda, Bottas, Liam Lawson, Sargeant, Doohan, De Vries en Charles Leclerc maakt de volgorde op de grid compleet. Welke van deze getalenteerde coureurs pakt vandaag de winst? Bas van Damme is er vandaag natuurlijk weer bij. Nu moeten we het even over Alfa Romeo hebben. We hebben uiteraard een aantal wijzigingen in de reglementen die dit jaar vooral om het chassis draaien. Helaas lijkt het erop dat ze zich niet erg goed hebben aangepast. Dat ziet er tot nu toe niet echt veelbelovend uit. En de nieuwe regels lijken ze hard geraakt te hebben. Nou, ik vermoed dat ze in de fabriek heel wat avondjes zullen doorhalen om ze weer op de goede weg te krijgen. Oké, we hebben startopstelling gehad. En zoals verwacht starten we gewoon vierde. Dus eigenlijk dezelfde positie als waar we in de race aanvangen. Volgens mij is de top 4 niks veranderd. Alleen Perez is met plek verwisseld met Verstappen. Nee, niet met Verstappen, maar met Norris. Bedoel ik. 20 rondes. Ik doe zelf nog even 0,3 fuel erbij. Denk ik. Ik wist niet dat dat ooit zou gebeuren, maar ik doe er toch maar even wat erbij. Dit verandert niks. Alleen gepersonaliseerd tekst dat ik 1,3 seconden sneller ben. Dat is mooi om te zien. Oké, nou dan gaan we naar de formatielab. Kijken of er iemand staat op midden. Kijken of Ferrari nu hetzelfde doen als de rest. Ik denk dat Keurs vandaag voorzichtig is. Perez en Norris op haar. Oké. Verstappen op mediums, maar dan moet ik dus eigenlijk Norris en Perez pakken in het eerste gedeelte. Dat moet te doen zijn. Nu staat de vraag wel op zacht. Okay. Ik moet dus in het eerste gedeelte mijn winst gaan pakken. En de undercuts maken. Vergetelijke race in geschiedenisboeken ingaat. Oké, moet beter. Sorry voor de flashback. Sorry voor de big push van jou, Norris. We staan onderweg in de Grand Prix van Baku. De Red Bull 17-1-2. Wauw, dat was echt geen mogelijkheid, hè? Maar opnieuw de Red Bulls naast elkaar. Oké, DRS is now available. De DRS is weer open. Stappen slecht exit. En daardoor kan ik hem makkelijk inhalen. Nice en de tweede plek claimen. Stappen in de kant verdedigen. Okay, oh, wat de hel?
need to form up at reduced pace. Keep a close eye on that delta time. De rest gaat ook mee. Op de haas. Ik moet dus naar medium gaan. Of soft, maar dan moet hij de pace op doen. En dat lijkt me echt niet soft. Oh, fuck off. Oh, no. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Return the position in mid. Het werkte niet eens ook. Van alle momenten. Van alle momenten moest je nou weer een fit error hebben. I can't believe my luck. Kom op, Lassen, ga aan de kant. Ga de pit in. Moet op pitten. Maar heb ik dit ook al Lassen voorbij? Dat kon ik nooit van hem af, hè? Reduce your pace. Keep your delta number positive. Okay. Of elkaar gewoon nog een safety car. Wat nou weer? Die het gas hier is nu uit. Knop. Waarom kan ik niet naar achter kijken? Waar is de flashback knop? Wat is er mis met deze game? Waar is de flashback knop? Waarom kan ik niet naar achter kijken? Ja, dit is ook... Dat kan ik toch niet zien? Wat een game, man. Fuck you, game. Ik kan niet zien. Ah, hou je bek, Mark. Niet yes. Game heeft een fucking wedstrijd afgenomen. Ik had makkelijk gewonnen. Makkelijk. Shit, sorry. Dat was het. De overwinning in Azerbeidzjan. Het hele team heeft het geweldig gedaan. Hier op de baan en in de fabriek. En natuurlijk het stuurwerk.
Bas, hoe hebben ze zichzelf vandaag van elkaar onderscheiden? De indeling van de baan in combinatie met de baantemperatuur paste echt bij de auto. Deze auto's komen tot leven als de banden precies de juiste temperatuur hebben. Shit, en de coureur heeft zelfs dat goed onder controle kunnen houden. Met het juichen. Red Bull is onze winnaar vandaag. Nou, dat is alles, ik had alles onder controle. Ze proberen de laatste tijd enorm te concurreren. Was in de DRS. En dat werpt zijn vruchten. Ik kon de DRS houden. Alles was onder controle. Totdat die fucking tweede safety car nog moest komen. Ineens. Laat ik die rare glitch door de flashback naar de safety car. En daardoor verloor ik de hele aansluiting met Perez. Was poep, weg. Ik hoef dit niet eens te zien, joh. Fucking hell. Dit had de eerste overwinning kunnen zijn. Fucking sorry. ...23 punten... ...voor mij. Hoezo krijgt Perez de drive of the day? Leclerc is van fucking 22 naar plek 4 gegaan. Hallo? Verstappen trouwens 8e. Dat is echt ropes voor hem. Klassement. Perez eerste voor Verstappen en dan mezelf op de derde plaats. Ik heb hier echt een race uit mijn neus geboord zien raken. Piastri weer geen punten. Oh Piastri, je moet echt beter. Kom op, mate. Je moet punten halen. 6-2 ten opzichte van Ocon. Dus dat is veel punten. Maar dit duurt trouwens veel te lang. Bijna 1-3 kwartier voor 1 raceweekend. Dat betekent dat 4 raceweekend dus dan 7 uur gaat duren. Dus dat moet even veel sneller. Alle bonussen binnengehaald, dus dat is mooi. Ik weet, dit had de eerste winst moeten zijn. Daar ga ik zo meteen naar kijken. Maar eerst deze aflevering afsluiten. Zoals altijd... dat is niet goed, hier begin. Oké, dit was het dus voor de aflevering. Dus zoals altijd, geef een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal, volg het kanaal in de beschrijving hieronder. En dan zijn we snel terug met opnieuw een terugkerende... Nee, Imola was vorig seizoen ook bij. Nee, laat maar. Gewoon met de Grand Prix van Imola. Dus tot de volgende keer. En laters.